Goedemorgen. Ja, zo kom ik mijn nest uit, ja. Dan kan je opmaken. Een hele goede morgen. Het is woensdag. Geen zaterdagvlog. Ik had beloofd natuurlijk om woensdag te vloggen, omdat Rasje thuis komt vandaag. En dus we maken gewoon een extra vlogdagje ervan. Het is 7:50. Fucking vroeg. Nio is al de deur uit. Want al was om 5:50 al de deur uit. Dus... wow, overbelicht met een fucked up feest nog is geen optie. Dus een beetje kortademig. Maar het komt door het vocht. Gisteren is het bloed geprikt, alleen heb ik nog geen uitslag van. Daar ga ik dadelijk voor bellen, want het lab was gisteravond nog niet binnen. Gisteravond laat belde de huisarts nog. Dus, maar goed, ik ga het nu even gauw boodschappen doen. En mijn was ophangen en werken en... Rasje komt om 12:15 aan op school, dus ja, ze hebben het super naar de zin gehad, alleen gisteravond werd ik gewoon wakker gebeld, want ze hadden het gisteravond wel even heel erg moeilijk, dus ja, een beetje paniek, maar het is gewoon goed, even lekker met ze zitten kletsen en ze hebben gaan knallen kan je, want ze gingen spooktocht doen gisteravond, ze gaan lekker plezier hebben, ik zeg, mama ziet je morgen, dus super, super fun dadelijk. Met dit daar weer terug. Dus, maar goed, ik ga het even medicijnen nemen. En even een sloot water naar binnen gooien, want ik heb dorst. En dan ga ik mijn boodschapjes doen. Let's go. Verzekering of een accessoirecheck van 500. En het is hier altijd zo lekker druk 's morgens in Delft. Oh, frustraties. Boodschapjes in de pocket. En ja, ja, we eten pizza vanavond. Nee, deze zijn voor Ron en Nio en ik en Ras eten bloemkoolpizza. Dus, we gaan weer tuffen. Let's go. En het wasje hangt buiten. En ik ga even aan het werk. En bij de Dirk scoorde ik weer een schaal. Ik had van vorige week, 2 weken geleden of zo... kleine bakjes gekocht en nu heb ik een grote erbij. Zal mijn husband heel fijn vinden, want ik heb er nog niet genoeg. Zo, het is 10:50, dus ik ga opschieten. Ik ga mijn kind halen, dan drop je mijn motor. Go, go. Ik heb maar wel omgekleed. Ik heb mijn tokje outfit aan. En er was weer eens geen plek, dus ik mag weer lekker een tering in het gaan lopen. Holla, jee. Het is goed weer. Dat leef je niet meer terug. Ze pijn de arm en pijn de bek nee, en zo. Pijn je hand. Hebben we dat tape nog op en ja, ik heb nog duct tape liggen. Nee, geen duct tape man. Dat verband op papa. Oké. We gaan eerst even lekker wat eten halen, dan gaan we naar huis en dan gaan we chillen. Ja, jij gaat lekker lopen. We zijn thuis, een kipje heb je gauw omgekleed en we gaan even lekker eten met z'n tweetjes, even quality time houden, toch? En dan gaat ze dadelijk vertellen hoe ze het gehad heeft. Die liggen komen, maar dat was te verwachten. En we eten pizza vandaag. Ron en Nio eten pizza uit de diepvries en Ras en ik eten bloemkoolpizza. Met deze saus en geraspte kaas en mozzarella en Italiaanse kruiden. En ik zweer het je, hij smaakt naar Domino's pizza's.
Stop. Yo. Yo. Ik moest een video maken van mama. Nee, zo. Nou, ik ga de extra dag vloggen voor jou. Om te laten vertellen hoe leuk ze het hebt gehad. Nou, de laatste dag. Dus vandaag was niet echt heel leuk. Want ik heb ook pijn. Maar de die eerste dag, dus maandag toen we aankwamen, hebben we eerst de tas naar de kamer gebracht. Heb je, mag je je kamer even doen. En dan hadden we een rondleiding door de hele trein gekregen. En je had alle springkussen, je had een ballenbak, je had trampolines. Je had een voetbalveld, je had een basketbalveld. Alleen de eerste nog slapen ging niet leuk, want we werden wel een vriendin. Zit ze mee te kloot ondertussen. Kiefer voor 5 wokken gemaakt, omdat een van mijn vriendinnen snurkt. Ja. Snurkte, maar die snurkte dus niet. En maar de tweede nacht ging wel goed. Maar we hebben wel heel veel spelletjes gedaan. En gisteravond vond ik het leukste spel. Toen ging een spooktocht doen. Dan mocht je met een blinddoek door het bos heen. En daarna waren ik en een vriendin van mij. Zij ging op mijn schouder liggen, maar ik ging op haar hoofd liggen. Toen zijn we allebei slaapgevallen. Dus. Wat kom jij aan dan? Ik zit een verhaal te vertellen. Jij komt met jou bij je. Maar, en we hebben ook bunkertafel gedaan, maar ik ben wel blij. Ik moet toch wel verhaal. Nou, vertel je verhaal, want ik loop nou gewoon te kutviolen te doen. Ja. Nou, vertel. En het was eigenlijk best wel gewoon goed weer. Ja, super goed weer gehad. En ik heb gisteren kapot erg goed gedanst. Ja. Die heeft altijd een filmpje gemaakt. Ja. Kan je de foto van Naomi en mij doorsturen? Ja, ga ik doorsturen. Dus ja, het ging super goed. Alleen gisteravond heeft ze mama even gebeld, hè? Ja. En we gaan even lekker zitten kletsen. En we zijn helemaal goed gekomen. Kom door elkaar ook. Ja. En door jou. Dus. Oh, dat is wel. En we zijn wel weer blij met dat er thuis is. En ook niet. Nee, grapje. Ik breng je zo weg. Zet je af op station, zoek het maar uit. Waar mag ik heen dan? Nou, weet ik voor. Ik heb 10 euro mee. Dus, tot zover de update van Rajelle. Nou, je moest toch vertellen? Ja, ik vlog voor jou een extra dagje. Oh, bedankt nog voor het in de comments zetten van veel plezier. Ja, ik vond het erg leuk. Ik had hem nog gevraagd. Zet dat maar in de comments. Ja, nou, je hebt comments gehad. Dus, Ze vinden me leuk. Nou. Nou, ik ga het even arbeidje eten, mijn kind. En dan ga ik nog even aan het werk. Ja, nu nog, ja. Ziet. En dan. Nee, we gingen naar het kruidvat. Nee, ik ga niet naar het kruidvat. Jawel. Nee, dat weet ik dan niet. Dan ga ik nog even een filmpje opnemen voor Project A. Want de uitslagen zijn binnen en alles om te janken. En ondertussen hebben we 3 minuten 44 bullshit zitten lullen. Dus ik ga het even stoppen en ik zie jullie dadelijk weer. Doei! En ik ga het vlog afsluiten. Het is bij 6:30. Ik ga hem nu editen en hoop ik hem nog vandaag online te krijgen. Vandaag is woensdag. Ik ga mijn best doen, anders morgenochtend. Dus hij moet eigenlijk vandaag. Ik ga mijn best doen. Dus morgen is lekker iedereen vrij. Dus ik ga lekker genieten met z'n viertjes. We gaan lekker shoppen. We gaan naar de Primarkt. Gaat goed komen. Dus heel bedankt voor het kijken. En ik zie jullie zaterdag weer. Doei.